Ja, dit was een prachtige avond. En, uh, ja, ik heb genoten uh, ja, de, de samenwerking met ons publiek. Hè, eigenlijk spelen we gewoon met 12 man. Dat is, dat is, dat is niet normaal. En dat, 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 die ploeg die pakt dat op en dan gaan we samen naar uh, ja, moet ik zeggen, grote hoogte. En, uh, prachtige goals. Hè, waarbij ook een één afgekeurd is. Overigens nou, een uitstekende scheidszet hoor. Dus. Maar dat was de steekbal van Brian Smeets. voor mij onterecht afgekeurd. Dat, dat was een mooie goal. Daarom noem ik hem. Normaal noem ik het nooit. Maar dat was eigenlijk wel het voetbal wat ik heel mooi vind. Nou, ja, ik heb wel genoten dat je ook genoten hebt van twee andere goals. Die van Timmers en die van Particek waren natuurlijk ook heel vrij. Ah, oh, dat is niet normaal. Maar daarom ga je naar het stadion. Hè? Als je dit ziet dan, ja ik hoop dat de mensen de volgende keer weer komen. Nog een paar meer, dan, uh, dan schiet het ook. Hoe zou je het de op van vanavond omschrijven? Super aanvallende ploeg. Hè, we spelen met, uh, met drie verdedigers, met, met buitenkanten die opkomen en ineens weer door. En dan schuift ook nog een centrale verdediger in. Ja, dat is wel aanvallend. Een groot verschil met het de Graafschap toen je erin stapte. Wat is dat verschil? Is dat puur vertrouwen? Dat is vertrouwen. En, en de eerste, eerste week. Ik heb eigenlijk januari is eigenlijk een, een, een voorbereiding geweest van een seizoen. Normaal heb je zes weken, en nu hadden we vier weken. Ja, daarin bleek dat het systeem waar we wouden, 4-3-3, niet kon. En dan komen de jongens ook niet aan, onszelf, ook, en, en de supporters ook niet. Dus we hebben het eerst teruggezet naar eigenlijk wat verdedigend hè, met vijf verdedigers. Nou, nu spelen we eigenlijk met drie verdedigers. En, en je ziet dus een ploeg <laughs> die groeiend is, die gelooft in wat ze kunnen. En dat zie ik ook iedere dag op de training. En, ja, dat, dat vind ik wel mooi om te zien dan. Waar groeit het naartoe? Ja, zou wachten, Jasper. We hebben het er elke week met z'n tweeën over. Ik ga altijd van wedstrijd naar wedstrijd. En uh, dat weet je ondertussen. Hè? En, en uh, jij bent journalist, dus je moet me die vraag stellen. Dat vind je ook mooi. Ik zie, ik zie je kop wel. Maar, uh, maar we gaan van wedstrijd naar wedstrijd. En, en laten we dat mooi zo houden. Maar we doen in ieder geval wat er vrijdag ook gebeurt. Uitwedstrijd Volgendam lastig. We doen de maar weer mee. Hè? En dat vind ik mooi voor onze mensen hier. Want thuis lijkt de Gazen wel ontketend. Die uitwedstrijd, dat is natuurlijk nog de vraag. Want daar gaat deze periode waarschijnlijk beslist worden. Ja. Alleen we hebben we uh, Fortuna Sitter totaal onnodig verloren. Hij staat 1-0 voor komt met 10 man te spelen. Uh, de twee wedstrijden ervoor hebben we gewonnen uit. Dus ook dat gaat de goede kant op. Wat dat betreft uh, alle hoop. Misschien een minpuntje dan aan vanavond. Je had misschien wel meer kunnen scoren. Ja, 100%. 100%. Ben ik met je eens. Ik moet zeggen, op 0-0 of 1-0 kregen zij ook een dikke kans. Dus ja, we hadden twee bij kunnen schieten. Maar dan hadden zij misschien die 1-0 ook gemaakt. Dus het klopt gewoon zo. Klaar.